Deze man net beschrek Kimeluku om aanzijzig te een clip. Dat je, je al <laughs> Het is zo snel in hij yeah, daar Welkom dank je. Je bent bezig met jongeren. Ja, yes, klopt. En op, of een van de dingen is ontfermen over jongeren en, en one of the belangrijk zijn in een bepaalde story komt op hun niveau op hun level zodat ze het kunnen begrijpen. Wie ben je en wie vertegenwoordig je vandaag in Maantentakkie? Okay. Zeg het aan Suriname. Goedemorgen, uh, mijn naam is Joey Lansdorff. Ik vertegenwoordig de Youth Advocacy Movement, dat is de JAM, de jongeren van Stichting En um, wat we eigenlijk doen, we zijn bezig met het, als het ware het voorlichten van jongeren, de informatie naar de jongeren brengen omtrent um, seksuele en reproductieve gezondheid. Dus alles dat te maken heeft als het ware met seks, dat brengen we naar de jongeren toe, de gezondheid en de rechten omtrent seks. Daar maken we de jongeren bewust van. Yam, yam. Yes. Die naam klinkt ook zo nyam nyam. <laughs> <laughs> maar het werkt, hetgeen wat jullie doen, gaat het als ik kijk naar de resultaten vanaf jij bent aangesloten aan Stichting lobby. Um. Ik moet wel eerlijk zeggen dat het werk wordt gedaan, maar als het de juiste strategieën zijn of de juiste technieken zijn, dat moet nog blijken uit cijfers te komen, maar helaas zien we dat bepaalde trenden nog steeds gewoon stationair zijn. Dus het kan dat er wordt gewerkt, maar het kan dat het niet de juiste invalshoek is. Dus sowieso wordt het geëvalueerd en moeten we dan kijken als het... Een andere strategie moeten toepassen of iets anders moeten gaan doen. Wel bijzonder hoor, want in Suriname weten we dat, uh, niet alleen in Suriname, in heel veel landen praten mensen, jongeren, niet zo makkelijk over alle issues. Hoe doen we het in Suriname op dat punt? En, um, ik moet wel eerlijk zeggen dat de jongeren, als andere jongeren zien, wel veel vrijer zijn. Dat ze dan um, wel open zijn en alles wat ze willen vragen, die vragen stellen ze ons wel. Dus en, um, die issue is natuurlijk zo'n beetje al van de tafel. Misschien oudere mensen, dat is nog een drempel, een hogere drempel om mee te praten. Maar als ze een jongere zien, dan zijn ze wel wat vrijer en dan stellen ze wel die vragen die ze echt op je hart hadden. Even in het kort, welke vragen, twee vragen kreeg je of heb je bijna elke dag op je bord? Um, zo. <laughs> um, een van die vragen is, en, um, laatst kreeg ik een vraag, en dat was van iemand van de eerste klas van de Milo School die vroeg me hoe, hoe ze abortus hoe, hoe, hoe abortus aan toe gaat. Zo jong het dat. <laughs> dus ik neem aan dat ze dus het, het proces wilden snappen. Uh -huh. hoe het allemaal aan toe ging. En toen moest ik er helemaal uitleggen van wat er allemaal gebeurde. En, ja, dus dat was een, een, een bijzondere vraag omdat je het niet verwacht van iemand van de eerste klas van de middelbare school. Um, maar verder vragen zoals en, um, waar kan ik condooms vinden? Um, waar kan ik, um, 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 hoe oud moet ik zijn om bijvoorbeeld naar stichteloos te komen? Um, iets te doen. Dat algemene vragen kregen we wel vaker. Je bent onlangs in het journaal verschenen en je heeft in het journaal een punt gemaakt. En het punt heeft puur te maken met een, zeg maar, een situatie onder de jongeren. Want wat blijkt is dat niet alle jongeren, maar er zijn nogal jongeren die het soms doen zonder voorlichting en... Al krijgen ze die voorlichting, ze willen altijd een boro nemen. Wat krijg je dan? Ik praat over boro, origineel boro. En dan krijg je dan ongewenste situaties. Want één, je kan een ongewenste baby krijgen, een zwangerschap. En aan de andere kant kan je een ziekte krijgen waarvan je denkt, van, dit komt nooit meer goed. Om te voorkomen zijn ze bezig met de preventieve zorg. En vandaag is hij bij ons in de studio om ook te vertellen over de... Realiteit ervaring. Wat zeggen cijfers um, te ten aanzien van. Want het is op Wereld Aidsdag. dag ja. Het is een heel En het heeft te maken met de jongeren. Jezus. Wat is de conclusie die is getrokken op die dag? Nou, um, is niet die dag is al lang getrokken. Dat een um, grote groep in Suriname, de grote groep geïnfecteerd in Suriname, de mensen die leven met HIV, dat het jongeren zijn. Dat is natuurlijk zorgwekkend, 10, 24 jaar. Dat geeft natuurlijk aan dat er iets aan de hand is met onze jongeren. Er is iets waar we aan moeten werken. Dus dat is eigenlijk de conclusie die is getrokken. Dus aan de hand daarvan zou je dan moeten gaan werken daar. En sowieso hebben jullie ook onderzocht en gekeken naar de oorzaken. Wat zijn de zaken die er naartoe leiden dat er... Nogal okay. veel jongeren. Oké, okay. er zijn een uiteenlopende redenen hoor, het is niet maar één reden. Uh, het kan, jongeren zijn van nature. Ze houden van experimenteren, Ze zijn, dus dat kan één van de redenen zijn. Je gaat experimenteren en iets doen dat je nooit eerder hebt gedaan. Verder hebben jongeren heel moeilijk toegang tot de, 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 de gezondheidszorg. Jongeren kunnen heel moeilijk een, um, een condoom krijgen, heel moeilijk de pil krijgen of prikpil krijgen omdat ze niet openlijk praten met de ouders daarover. En als ik bijvoorbeeld naar de dokter wil gaan om een, een, een test te doen, zou ik uh, uh, een kaart van mijn moeder moeten hebben, uh, die verzekeringspasje. En ik ben 15 jaar bijvoorbeeld. Ik ga mijn moeder vragen naar een verzekeringspasje. Ze gaat me sowieso vragen: waarom nou, wil je je pasje hebben? Yeah. Uh, dus om dat te voorkomen, om mijn moeder te vertellen dat ik al seksueel actief ben, want het is een feit dat jongeren in suriname rond de 14 jaar seksueel actief worden. Dan vraag ik mijn moeder maar niet. En dan kijk ik naar andere, andere methoden om aan mijn voorboedmiddelen te komen. Wat niet altijd lukt. Dat is ook een van de manieren, een van de redenen. Dus, en de voorlichting, die, die krijgen ze soms niet. Het, het slaat niet aan. Of men denkt altijd dat het een ver-van-mijn-bed-show is. Ja, mijn vrienden ziet er goed uit. Of mijn vrienden ziet er goed uit. Dus ze zullen maar geen ja, HIV Ze zullen geen een, een, een herpes hebben. Dus ik, ik, ik ga maar bloot deze keer. Ja, dus dat zijn zaken die jongeren nog moeten beseffen. Wat hebben we nog te doen om dit probleem aan te pakken? Want het is een probleem. Ja, sowieso. Um, er zijn heel veel dingen die al gedaan worden. Sowieso praten met de ouders. Um, wat ja, openlijker met hun kinderen te gaan praten over seks. Dat is dat tof, no, in nou? Juist. Omdat ouders willen vaker niet met hun kinderen. Ze willen die verantwoordelijkheid niet nemen om met hun kinderen te gaan praten daarover. Ik hoorde een moeder ooit eens zeggen, you no my city. <laughs> precies, <In> <laughs> precies, <laughs> precies. Dat is onegidatorisch. Uh, Waardoor die kinderen dan die informatie elders gaan zoeken. Wat vaker niet de juiste informatie is. Want als ze naar een mattie gaan, hé, hey, ik wil. Een dame zwanger maken of een dame nu maar zwanger, Hoe, wat moet je gebruiken? Ik kan drie jonge kronen erin, dat is ook goed. Dat is een informatie die niet klopt. Waardoor we oh, zwangerschappen krijgen, HIV-infecties krijgen. Dus als je als ouder openlijker bent met je kind, je maakt jezelf toegankelijk, approachable, dan denk ik weer dat die kinderen wel naar je toe zullen komen. En als jij sowieso de informatie niet hebt, want sowieso hebben we niet alle wijsheid in pak, maar dat je dan zegt van hé hey, luister nou, we kunnen samen naar de Stichting Lobby gaan. Want ik moet ook zeggen dat ik de laatste jaren wel ouders heb gezien die met hun kinderen aan zijn gekomen. van meneer, zou ik aan dat eind vragen. Wanneer mijn dochter is seksueel actief, kunt u daar helpen of kunt u met haar praten? Mm -hmm. Dus dat is een reden om te zeggen van, hé, hey, er is wel een bewustwording op gang gekomen. Dus dat is wel een goed teken, ja. Werk, er wordt gewerkt. En ik zou hem ook vragen, want de afgelopen tijd is hij niet één keer, maar meer dan twee keer in het nieuws verschenen. En dat betekent nogal wat. Want als hij positief bezig is, dan kan hij ook in het journaal, maar ook in Maar hij is uh, heel vaak geweest en hij heeft ook uh, gesproken over acceptatie. Hij heeft gesproken over uh, jongeren, communiceren met jongeren. En aan de andere kant praat hij ook over de preventieve zorg in Switch Rana Ik denk dat we aan, hem, aan het eind wel de ruimte geven aan hem om zoveel mogelijk ouders vooral op te roepen. ...om zich meer te gaan richten op de communicatie onderling thuis. Oké, okay, um, sowieso de ouders die wil ik meegeven, praat met je kinderen. Jij bent in principe het eerste en vertrouwelijkste milieu dat je kind heeft. En um, als ze dat bij jou niet kunnen vinden, zullen ze het ergens gaan zoeken. En we weten niet als de, de derde waar ze gaan, dat ze de juiste informatie krijgen. Dus jij als ouder, praat met je kind, maak jezelf approachable. Een nee, city, Als je je niet comfortabel voelt, want dat kan ook, kind, breng je kind wel bijvoorbeeld naar ons, naar Lobby of naar andere organisaties die bezig zijn met zulke diensten. Yes. Ik heb nog een uh, vervolgd gesprek, maar dat doen wij een volgende keer wel, want dan gaan we praten over one punt. Want een van de ouders die zei soms: je wilt geen ruimte voor de vrij, maar dat dit <laughs> en dus moeten we ook daaraan kijken. Yes, waar liggen de grenzen? Maar dat moeten we misschien in een discussievorm gooien Heila. hier via de Nationale Zender. Zeker, hey, zeker. many thanks papa. En yes. uh, natuurlijk doe ar burro kogomoro fara. En sowieso, op zorgpunt, we gaan er samen aan werken. Niet alleen de Lobby. Maar ook nee. u als samenleving moet een steentje bijdragen. Zeker, Ik bedank nee. u voor uw aandacht aan het eind van deze uitzending. Ik heb genoten vandaag. Ik denk dat u ook sowieso heeft genoten. Maar niet alleen Apriyadi, ook to de Bde principari. Een fijne voortzetting van deze dinsdag. Als u something doet, heeft u iets te vieren. Doe het met plezier en heel veel liefde. Tot morgen.